Goedemorgen. Welkom bij deze nieuwe Ups and Down. Oh, echt. Ik ben vannacht tot 4 uur met Jordi bezig geweest. Niels had vanochtend examen, dus ik wou Niels gewoonweg echt niet sturen naar Jordi. Dus ja. Maar dat betekent dus, hij was al om 6:45, 6:30 weg. Toen ben ik dus blijkbaar verder in slaap gevallen. Dat heb je wel ooit eens. En toen heeft Liam dit gedaan. Ja. Liam heeft alles ondergesmeerd onder de Nivea. Aan die kant alleen gelukkig. Dus ik heb het al een heel eind opgeruimd hoor. Maar straks als Niels thuis komt, dan ruim ik de rest even op. Want echt. Maar goed. Zijn handjes zijn in ieder geval lekker zacht. Dat is dan wel weer goed. Hé, jongen? Ja, hij heeft nogal wat meer dingetjes uitgevreten, maar niet noemenswaardig. Iedereen heeft wel al de fles gehad. Dus dat is goed. Ik heb wel eens een keer de vraag gekregen over Jordi. Op zijn achterhoofd heeft hij een kale plek zitten. Gisteren is Jordi dus bij de kinderarts geweest en zij heeft dat plekje bekeken. En zij zegt van, ja, bij heel veel mensen met Down komt alopecia voor. Dat is een haaruitvalziekte, denk ik. Ik heb nog geen research gedaan daarover, maar ik weet wel dat dan gewoon je haar uitvalt en dat je dan gewoon pech hebt en dat het aangroeit wanneer het aan moet groeien. Het is zoals het is. Ben ik daar rouwig om? Nou, ja. Het is zonde natuurlijk. Maar ik wist het ergens ook al wel. Want ik had al wel een beetje research gedaan over het feit of dat kon. Nou, dat blijkt dus zo te zijn. En nou ja, je kan er niks aan doen. Dus vandaar dat hij dat kale plekje op zijn hoofd heeft. En dan heb ik over dit kale plekje. En ja, daarnaast is ook nog een kaal plekje aan het komen. Ja, hier bij jou hè, schatje. Ja, lekker ding. Sammy. Dus ja, dat. Het is niet erg, het is zoals het is. Joef, ga nou eens weg. Ik ben helemaal klaar met iedereen. Ook al zit hij hier, maakt niet uit. Ik ben even klaar met iedereen. Even rustig wakker worden. Ga je alles op de grond gooien? Waarom? Waar is dat goed voor? Juist. Dat dus. Kindjes liggen eindelijk in bed. Niels is thuis. Niels was geslaagd voor zijn examen. Mm-hmm. Goed bezig, jongen. En dan zijn wij lekker aan het eten. We hebben pasta, salade en pizza. En de kindjes hebben gewoon iets makkelijks maar gezonds gegeten. Dus wij gaan lekker eventjes genieten. En dan hier de boel opruimen. Een hele goede morgen. We zijn op pad. We zijn naar de IKEA gegaan. We hebben heel eventjes broodjes gehaald. Zodat we onderweg even de kinderen wat eten geven. En zelf ook. Maar ik doe altijd eerst de kinderen en dan pas ga ik naar mezelf kijken. Wij gaan een meegroeien bed kopen en boksen. Want ik ben het beu. Ik ben het zo verschrikkelijk beu. Kinderen kunnen we amper boven spelen. Er is geen rustig plekje voor Jordi. Ik word gewoon helemaal een koekoek. Dus dat gaan we vandaag zover proberen te realiseren. En we gaan het halen. Ik zeg tegen Niels, ik ben er nou klaar mee. Ik ben gisteren ook helemaal tegen Niels uitgevallen. Mag je gerust weten. Ik was niet de liefste. Ben ik nog steeds niet, want ik denk er nog steeds hetzelfde over. En Niels gaf me wel gelijk. Dus
gehad. Jordi is ondertussen aan het eten. De twee andere etters ook. Het is Koen papa. En wij gaan naar Eindhoven. Eindhoven de gekste. Maar goed, dat. Eén ding is zeker, als ik iets wil, gebeurt het ook. Hè? Ik zeg één ding is zeker, als ik iets wil, gebeurt het ook. We zitten vol. Oh, en mijn nagel is gebroken. Die moet ik daar eerst gaan doen, want dan heb ik een probleem. Liam, zijn kamer hebben we een ander bed opgezet. Kijk, ik zal hem sowieso goed laten zien. Mama heeft zijn kamer helemaal anders ingericht. Ik zal even zijn kamer laten zien. Hij heeft hier mijn autootje staan, een toetoetbaan. En dit is zijn nieuwe bed. En ik ga hem nu naar boven halen en dan ga ik hem laten zien. Kijken waar hij van zit. Kijken wat hij ervan vindt. Je kamer kijken wat er allemaal gebeurd is. Kijk eens daar. Hey, kijk eens hier. Je hebt een nieuw bed. Vind je het mooi? Wauw. Mijn laars weg. Alleen al wauw zegt. Mm-hmm. Zie je dat? Lekker autootjes. Oh wauw. Ben je blij met je autootjes in je bed? Hm? Ben je er blij mee? Heb je gewoon een heel groot bed? Wauw, kijk, en dan kun je zo. Kijk eens. Wauw, dat is lekker. Dat is fijn. Ben je er blij mee? Ja, met je boomba's. Wat ga je ermee doen dan? Die moet hier blijven in bedje. Wauw! Hey, goedemorgen. Ik heb gisteren niet veel gevlogd, want ik wou echt gewoon die kamers klaar hebben. Is niet helemaal gelukt. Ik ben op mijn kamer nu nog bezig, of ja, mijn Niels en Sam's kamer, met opruimen. En dan is het eigenlijk al wel een heel eind klaar. En dan kunnen we boven stofzuigen en dan vind ik het wel gescheten. Voor nu in ieder geval. Hoe het over van de week, zeg maar, wil ik nog wel van alles doen. Maar dan is het grootste gedeelte klaar. Dus, dat. Nu, het is ontbijttijd. Dus ik ben eitjes aan het koken. Dit zijn ook gelijk eitjes voor morgen. Want Niels moet morgen naar het ziekenhuis. En die wil graag ei op zijn brood. Dus ik ook extra. En dan ben ik gewone croissantjes, kaascroissantjes en kaneelbroodjes aan het bakken. En ja, als het allemaal een beetje klaar is, dan kunnen we ontbijten. Dit soort dingen slopen mij gewoon lichamelijk wel heel erg. Ben ik wel heel even heel eerlijk in. Waarom is dat? Ik ben gewoon lichamelijk, ben ik gewoon op. Door dit. Maar het is wel even nodig om te doen, omdat ja, het moest gewoon veranderd worden. En Liam die heeft gewoon zijn eigen plekje nodig. Jordi heeft zijn eigen plekje nodig. Sam ook. Maar zover zijn we nu nog niet. En Sam die is toch heel graag bij papa en mama. Want vanochtend ook toen was hij wakker. En toen gaf hij toch wel heel erg aan dat hij bij mama en bij papa wilde zijn. Dus Sam die heeft nog niet in die zin zijn eigen ruimte nodig. Zoals de twee anderen dat hebben. We gaan ook natuurlijk boven op zolder verder. Maar voor nu was het gewoon even heel belangrijk dat er een eigen ruimte is voor die andere twee.
Zodat die andere twee ook eens gewoon even hun eigen ding kunnen doen. En dat ik boven gewoon dingen kan doen. Zonder dat ik, ja, last niet, maar zonder dat ik continu voor mijn voeten mag lopen. Dus dat. Ja. Ik was 10:45 gisteren. Toen dacht ik bij mij, ik stop ermee, ik ben er klaar mee. Dat is wat mijn gedachte was. Dus ja, dat. Vandaag komen mijn ouders op bezoek. En het is hier nog een pleuriswende. Maar eerst wil ik boven klaar hebben. En als mijn ouders hier zijn en het is hier beneden nog steeds een pleurisbende, snappen ze dat. En als ik zeg dat ik hulp nodig heb, dan zouden ze dat ook nog doen. Dus ja, ik maak mijn eigen niet druk. Ik vind het wel prima. Ik vind het wel gescheten. Op dit moment dat. Ik heb ondertussen mijn eigen even opgefrist en ik heb gedoucht. Ik ben naar de winkel geweest. En we eten vandaag een soort van taco's, maar dan Mandy-stijl. Want wij doen het namelijk gewoon met tortilla chips en dan de kaasvariant. Ik heb al kaas geraspt, want ik vind het een beetje te duur worden, dus dat doe mij maar gewoon een blok kaas. Rasp ik hem zelf wel, boeit me niet, maakt me niks uit. Heb ik kaas, geraspte kaas en ik heb ook nog eens kaas om zelf te schaven, dus hè? Dat dus. Ik heb runder gehakt, ik heb van alles en nog wat, daar ga ik mijn mengsel mee maken. Ik ga nu niet delen in hoe en wat. Dat doe ik op een ander moment een keer. Maar ja, dat ga ik in ieder geval doen. Eventjes mijn hoofd leegmaken. Lekker eten maken voor straks. En ondertussen hier de bomen doen. Het is lekker. Ja. Het is lekker. Waar is opa en Liam? Ja. Opa en Liam verstopt. Ja, waarom hè? Die is zo lekker. Hè? Die is lekker. Ja. Ja. Pippoes, nou ziet ze weer. Niels? Ja? We hebben alles opgeruimd. Alles is weer netjes. Alles is gestofzuigd en gedweld. Mm. En dan is het nu tijd om... naar bed te gaan. Juist. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.